De weerapp. Eens in de week komt het voorbij op Q. Naar voorbeeld van een Amerikaanse weerman die het weer elke dag aan het rappen is. En eens in de zoveel tijd doe ik ook een poging. Maar. Je moet weten, ik kies het liedje niet waarbij ik de... Ik begin ervan te stotteren. Dat voorspelt niet veel goed. Ik kies het liedje niet waarmee ik de weerapp doe. Soms, weet je, ik laat me daarbij verrassen door iemand anders hier bij Q. Omdat ik dan vind dat het een grotere uitdaging is om er iets leuks van te maken. Maar, de weerapp is heel erg langzaam deze keer. Dat is wel fijn, want dan weet je na deze keer ook daadwerkelijk wat voor weer het vanavond en vannacht en morgen en zo wordt. Maar dat is voor mij wel een uitdaging. Goed. Oh god. Nou, dit kan dus echt gruwelijk misgaan. Daar gaan we. Je weerupdate. Een klein beetje fake. Geen Piet Paulusma of Drake, maar gered door een leek. Ongeveer 0 tot 8 graden vannacht. Terwijl je vriendin een hele hete nacht verwacht. Oh, het zorgpremieplan is gelukkig uit de laan. Pas op met mis vannacht, anders ben jij ook van de baan. En ben je net als Rutte, lekker aan het kutten. Morgen is het begin nog wat grijs en wat grauw. Wat mist hier zo en daar wat dauw. Dan, je wist niet dat het nog kon, zie je ineens de zon. 10 graden is wat het wordt, de horrorwinter is nog even opgeschort. Take it away, Gym Class Heroes, Cupid's Choco.